Die was super diep en ik vind het echt raar om zo nog veel diepte onder te hebben. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we donderdag en ik ga deze morgen gaan zwemmen. Hallo, het is iets na 9 en ik ben net gedaan met zwemmen. Rond 7:45 ben ik vertrokken. Het was heel leuk, het zwemmen ging ook heel erg vlot. En op het einde zat ik in het zwembad die naar beneden en omhoog kan. Het verstelbare zwembad. En die was super diep en ik vind het echt raar om zo nog veel diepte onder te hebben. Alhoewel je het echt perfect kan zien, maar ik vind het gewoon heel raar om niet op de grond te kunnen staan of niet bijna op de grond te kunnen staan. Maar nu gaan we naar huis. Nog een paar dingen werken voor mijn vlogs en zo. Hallo, het is 9:30. We zijn nu thuisgekomen en ik ga een cornflakes eten, want ik heb voor ik vertrok gewoon 2 rijstwafels gegeten. En ik neem die naar boven omdat ik dan verder kan werken aan vlogs. En ik heb hier uitslag gekregen en ik weet niet hoe dat komt. Misschien door het zwembad of zo, door de kloor, I don't know. Ja, die is leuk. De datum van de vlog staat trouwens ook altijd hieronder. Ik heb net een aantal vlogs geüpload en nu ga ik nog een aantal vlogs editen. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we dinsdag en vandaag is het weer tijd om mij superleuke sokken aan te doen in ananasjes. Vannacht heb ik niet zo super goed geslapen omdat ik weer bezig was met mijn gsm en daardoor veel te laat eigenlijk effectief ben gaan slapen. Maar ik ga denk ik vanaf vannacht terug. Vanaf komende dag terug proberen weg te leggen als ik ga slapen. Dat is niet zo goed voor mij. Echt niet. En dit is mijn sokje van ananasjes. Leuke stijl.